Dit is een demo speciaal voor de relatiedagen. We hebben eigenlijk altijd iemand rondlopen, een fotograaf die foto's maakt van aanwezigen. Vorige keer hadden we iemand die Polaroids maakte. En we dachten met de volgende versnelling, dat moet anders kunnen. Dus nou, dat is de selfiecopter geworden. De bedoeling is dat mensen een drone zelf besturen. Voor veel mensen is dat de eerste keer dat ze het doen. Die drone kunnen ze al heel snel binnen deze arena rond laten vliegen. En ze moeten hem dan een stukje op laten stijgen, ronddraaien en zo positioneren dat ze een selfie van zichzelf kunnen maken. Nou, dan maken ze met de iPad een selfie. Die wordt vervolgens geüpload naar onze nieuwe dienst SurfDrive. Dat is een soort Dropbox voor het hoger onderwijs. En op edu.nl/selfiecopter kunnen dan de bezoekers hun foto's terugvinden op SurfDrive.